Ja, hele goede morgen. Het is nu 6 uur, best vroeg. Ik sta hier nog even in de verlichting van mijn auto, want anders zie je niet zo heel veel. Maar ik sta nu op het Wekeromse Zand en vandaag komt de zogenaamde Sahara-stof hier naartoe. En dat wil eigenlijk zeggen dat verschillende stofwolken vanuit de Afrikaanse continenten komen hierheen gewaaid. En dat zie je in de lucht, dus vooral heel erg met zonsopgang en zonsondergang straks. Ja, schijnt het een prachtig tafereel te gaan worden. Dus ik ga nu naar de zandverstuiving zelf. Om te kijken hoe ik daar een mooi plekje kan vinden voor dadelijk een mooi shot met de zonsopkomst. Ik heb ongeveer nog 20 minuten, een half uurtje denk ik voordat die komt. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar in de verte, kijk, daar komt al iets aan. Aan mooie luchten, dus nou, we gaan eens even een mooi plekje zoeken. Tot zo. Nou, ik moest even zoeken. Ik was hier zelf ook nog nooit geweest. Terwijl het best wel dicht bij mijn huis is, ik woon in Veenendaal. Maar het was even zoeken, maar ik ben er. Althans, ik ben op een hele grote zandvlakte. En ik ben even op zoek naar een mooi plekje. Waar ik compositie kan maken. Zoals je ziet, er zijn genoeg bomen om me heen. Maar ook gewoon lege vlakte, dus ik probeer even te kijken of dat ik een mooi plekje kan vinden. Ik zag dat er zelfs ergens wat water was. Dus ja, even lekker zoeken. Dat is ook leuk, hè? Zo kom je nog eens ergens. Nou, zijn we weer. Ik heb inmiddels een klein plekje gevonden. Het water nog niet, er was nog een stukje verder lopen. Maar het is misschien wat lastig te zien, maar ik heb die boom nu even gepakt als voor een stukje compositie. En wat ik nou probeer te bereiken is, ik weet niet of je het heel goed kan zien, dat je zeg maar een stukje van de boom hebt in compositie, de mooie roodkleurende luchten. En het is hier prachtig, man. Een beetje, je ziet de mist, je ziet de damp boven boven de grond zo zweven. Ja, dat is echt prachtig. Ja, het is hier werkelijk echt prachtig. Je ziet nou achter mij, het is nou waarschijnlijk heel licht omdat hij mij in beeld probeert te brengen. Maar je ziet daar de rode luchten opkomen. En als je om me heen kijkt, dan zie je dat het gewoon nog super mistig is. Zie je dat? Boven de grond. Ja, dat is echt een prachtig gezicht. Dus ik hoop dat ik dat goed erop kan krijgen met het juiste licht erbij. Ik heb hier nou, probeer ik dan zo af en toe iets te zoeken waarmee ik de compositie kan bepalen. Ik kan het beste in mijn schermpje zien. Kijk, nou zo'n boompje te pakken en zo probeer je zo steeds maar eens even te kijken wat je allemaal kan vinden. En het is echt heel erg mooi. Nou, wat heb ik qua technische instellingen? Ik heb mijn ISO zo laag mogelijk staan. Dat is het voordeel van het statief. Kan je ISO lekker laag, je ruis zo min mogelijk. Ik heb hem nu op F14 staan en dan komt hij ongeveer op 1,50 aan sluitertijd. Nou ja, ik pak dat met bracketing, dus eigenlijk maakt hij dan 3 beelden. Eentje overbelicht, eentje onderbelicht en eentje zoals hij denkt dat hij moet zijn. En daar maak ik dan later samen 1 van en dan moet het resultaat mooi worden. Dus ik ga hier nog even door, plekken zoeken, onderzoeken. Ik moet nog steeds water vinden, nog steeds niet gevonden, maar het is best wel even lopen en zwaar, mulzand. Goeie workout. Doei.